Vandaag gaan we beginnen met deel 3 van de Cape Show. Ik ga de marker eruit halen. En dan gaan we de eerste tour pakken. De eerste tour zet haak 1 lossen. Nou, al toe wil draaien natuurlijk het werk, doen we nu ook. 1 vast in dezelfde steek, dus op dat stokje haak je een vaste. Haak 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Nu haak in de volgende 5 lossen ruimte een vaste. Dat is dus hier. Niet daar, maar daar. Want hier hebben wij een stokje gemaakt en 3 lossen. Dus het is een 3 losse ruimte. En hier is een 5 losse ruimte. Dus daarin haak je een vaste. Ja. Dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Een vaste in de volgende 5 losse ruimte. Dat is hier. Dan in de volgende 5 losse ruimte haak je 9 dubbele stokjes. Dus hier. Dus sla je 2 keer om. Hey, om de ketting van 5 lossen heen haal je draad op. Je hebt 4 lusjes op je naald als het ware. Draad omslaan door 2 lussen. Draad omslaan door 2 lussen. Draad omslaan door 2 lussen. Dan ga je nog 8 keer doen. Dus door 2 lussen, door 2 lussen. En door 2 lussen. Dubbel stokje nummer 4. Nummer 5. Zes. Zeven. Acht. En nummer 9. Dan heb je 9 dubbele stokjes in de 5 losse ruimte. We starten met de herhaling. Haak een vaste in de volgende 5 losse ruimte. Haak 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Haak een vaste in de volgende 5 losse ruimte. Haak 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Haak een vaste in de volgende 5 losse ruimte. En haak 9 dubbele stokjes in de volgende 5 losse ruimte. Dus dan gaan we weer beginnen. Dat is nummer 1. Nummer 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8 en nummer, daar is die, 9. En dan ga je hem weer herhalen. Dus weer een vaste hier, 5 lossen, een vaste in de volgende boog, 5 lossen, een vaste in de volgende boog. Dan heb je 1, 2 boogjes en dan 9 dubbele stokjes in de volgende. Dit herhaal je dus 20 keer. Van hier op deze vaste tot en met de 9 dubbele stokjes. En dan gaan we samen de toer afsluiten. 20 herhalingen gedaan. Vast in de losse ruimte. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan een vaste in de volgende 5 losse ruimte. 1, 2, 3, 4, 5. En een vaste in de 5 losse ruimte.
Dus toer klaar en gaan we starten aan toer 35. Je hebt nu een totaal van 22 waaiers in deze toer gehaakt. Toer 2. 1 lossen, werk draaien. 1 vast in dezelfde steek, dat is hier. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Haak 1 vast in de tweede 5 losse ruimte, dus hier. Niet daar, maar daar. Dat is de tweede 5 losse ruimte. Dan gaan we beginnen met de herhaling. 1 dubbel stokje plus 1 lossen. In alle 9 dubbele stokjes. Dus dat wil zeggen, een dubbel stokje hier. 1, 2, 3 keer doorhalen. Plus 1 lossen. Dat herhaal je dus nu nog 8 keer. Dus in de volgende stok een dubbel stokje. Plus 1 lossen. Volgende stok, een dubbele stok, plus 1 lossen. En de volgende, een dubbele stok, plus 1 lossen. Dubbele stok, plus 1 lossen. Dubbele stok, 1 lossen. Dubbele stok, 1 lossen. Dubbele stok, lossen. Dubbele stok, lossen. En een vaste in de volgende 5 losse ruimte. Dan 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En vaste in de volgende 5 losse ruimte. 1 lossen. En weer 9 dubbele stokjes plus een losse in de volgende. Een vaste in de 5 losse ruimte. 5 lossen. Vaste in de volgende ruimte. 1 lossen. Enzovoort, enzovoort. Dat ga je dus weer herhalen. Een totaal van 21 keer. En dan zie je mij terug aan het einde van de toer. Ik heb dus de laatste waaiers gemaakt en een los 5 lossen. En dan haak je een vaste in de volgende 5 losse ruimte. Dus ik weet het, het is een beetje tegenstrijdig, maar daar moet je hem in haken. We hebben de tweede toer klaar en dan gaan we de derde toer starten. Haak 1 lossen. Werk draaien. 22 waaiers in totaal, nog steeds. Nu, 1 vast in dezelfde steek. Hier. We hebben de vaste gemaakt, haak 2 lossen. Dan haak ik een dubbele cluster in de losse ruimte na de eerste dubbele stok. Dus dubbele stok. Dus de losse ruimte, in deze losse ruimte haken wij een cluster. Dus in eerste onafgemaakt stok. De tweede. En de derde. Omslaan en doorhalen. 1, 2 lossen. Dat ga je nog 7 keer herhalen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Dus ik heb al de 2 lossen gemaakt. Ga ik naar de volgende losse ruimte. Eerste onafgemaakte stok. De tweede onafgemaakte stok en de derde. Omslaan, doorhalen, 2 lossen. Dan de volgende losse ruimte weer. Een cluster haken. 2, nummer 3. Omslaan en doorhalen. 2 lossen. En de volgende losse ruimte haak je ook weer een cluster in. Dus nummer 2 en nummer 3. En doorhalen. 2 lossen. In de volgende losse ruimte weer een cluster. 1, 2,
3 en doorhalen. 2 lossen. Cluster in de volgende losse ruimte. Doorhalen. 2 lossen. En de volgende. 2 lossen. En de volgende. 2 lossen. En dan zijn we er. 2 lossen raakt, haak in de vaste in de 5 losse ruimte. Dit ga je nu 21 keer herhalen en heb je in totaal 8 clusters per waaier en heb je in totaal 176 clusters geraakt. Gaan we starten met toer 37. Haak 1 losse en natuurlijk weer het werk draaien. Ik zal hem even iets uitzoomen. Zo. Haak 5 lossen en sla 1 cluster over en haak hem vast in de 2 losse ruimte. Dus hebben we die 1 losse gehaakt, vast in hetzelfde steekje. Haak dus 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. Sla 1 cluster over en haak 1 vast in de 2 losse ruimte. Dus hier tussenin. Haak 5 lossen. Nu begint dus de herhaling. Hè? Dus bij die 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Sla 2 clusters over. 1, 2. En haak een vaste tussen de 2 clusters in van de voorgaande toer. Dus er tussenin haak je de vaste. Dat ga je dus herhalen door de hele toer heen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Sla 1, 2 clusters over en een vaste tussen de 2 clusters in. Dan weer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 clusters overslaan en een vaste er tussenin. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ben je in het dalletje. Sla 1, 2 clusters over en in de losse ruimte er tussenin haak je weer een vaste. Dus dat ga je herhalen door de hele toer heen. Ik zal nog een klein stukje haken met jullie. 1, 2, 3, 4, 5. Sla 1, 2 clusters over en tussen de 2 clusters in een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. Sla 1, 2 clusters over en tussen de 2 clusters in een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 clusters overslaan en ertussenin een vaste. En dan zijn we weer precies in het middenpunt tussen de 2 clusters. 1, 2, 3, 4, 5. Sla 1, 2 clusters over en ertussenin een vaste. Nou, dit ga je dus herhalen door de hele toer 1 en dan zie je hem aan het einde terug. Toer 41 gaan we, toer 37 gaan we het laatste stukje nog even haken. We moeten nog één boogje, dus 1, 2, 3, 4, 5. Dan kan je op de cluster haken. Je kan ook in die vaste haken. Het is net wat jouw voorkeur betreft. Ik haak gewoon even die vaste van de voorgaande toer. Dat is dus de toer nummer 37. Gaan we naar toer 38. Start met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Staat voor het eerste dubbele stokje. Dan zegt het patroon je 5 dubbele stokjes in de 5 losse ruimte te haken. Dus hier. Dan ga je omslaan. 2 keer. En een dubbel stokje haken. Ik zal het nog even slow motion doen, dus even wat rustig aan. Je slaat 2 keer om. Je hebt in de ketting van 5 los. Je pakt een draad op. Je haalt hem op. Slaat draad om de naald. Haal je door 2 lussen. Slaat draad om de naald. Door 2 lussen. Draad om de naald. Door 2 lussen. Dat is een dubbel stokje. Nog 1 keertje. Omslaan 2 keer. Draad ophalen. Draad omslaan. Door 2 lussen. Draad omslaan. Door 2 lussen en draad omslaan door 2 lussen. Nou, dat herhaal je tot je 5 dubbele stokjes in de ring hebt. Nou, dat zijn er 3. Dat is nummer 4. En dat is nummer 5. 5 dubbele stokjes staat voor een half waaier motief. Een half waaier motief is 9 gedeeld door 2 is 4,5. Nou, je moet altijd eentje meer hebben. Dus 5. Een half dubbele stokje kun je niet maken. Enfin. Dan
zegt het patroonje een vaste te maken in de volgende 5 losse ruimtes. Dus hier maak je een vast in. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En de vast in de volgende 5 losse ruimte. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En een vast in de volgende 5 losse ruimte. 3 gaan we de herhaling starten. Die je gaat doen door het patroon heen. Tot aan het einde van de ruimte samen de toer weer afsluiten. In de volgende 5 losse ruimte die je tussen de 2 motieven in hebt zitten hier. Haak je 9 dubbele stokjes. 1. 2. Dus je hebt 9 dubbele stokjes in de 5 losse ruimte. Een vaste in de volgende 5 losse ruimte. 5 lossen. En een vaste in de volgende 5 losse ruimte. 5 lossen. En een vaste in de volgende losse ruimte. Dat ga je 20 keer herhalen. Dus hier begin je weer met je 5 dubbele stokjes. En dan gaan we de toer samen afsluiten. Ik heb nu dus de waaiertjes gehaakt plus de laatste 2 boogjes. En in die laatste boog hier gaan wij de toer afmaken. De staat haak 5 dubbele stokjes in de 5 losse ruimte. Dus dat is die laatste 5 losse ruimte. Dat is nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4. En nu zegt het patroon, haak 1 dubbele stokje in de laatste steek. Dat is die vaste hier. In die vaste haak je dus je laatste dubbele stok. En dan is de toer klaar. Toer 38. In de toer 38 heb je dus 21 hele waaiers. En 2 keer een halve waaier. Dus in het begin en aan het einde heb je een halve waaier. Toer nummer 39. Haak 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Dat staat voor een dubbel stokje. Nu, haak 1 dubbel stokje op de eerste dubbele volgende stok. Daar. Nu gaan we dus 1, 2, 3, 4 keer 1 lossen plus 1 dubbele stok herhalen. Dus 1 lossen. Dubbele stok in de volgende. Dat is nummer 1. 1 losse. Dubbele stok in de volgende. Dat is nummer 2. 1 losse. Dubbele stok in de volgende. Dat is nummer 3. 1 losse. En 1 dubbele stok in de volgende is nummer 4. Vaste in de 5 losse ruimte. 1, 2, 3. 4, 5 lossen en een vaste in de volgende losse ruimte. Nu 1 dubbele stok in de eerste van de 9 stuks. En nu gaan we 8 keer herhalen. 1 losse, 1 dubbele stok in de volgende dubbele stok. Dat is dus nummer 1. Nummer 2 is 1 losse en een dubbele stok in de volgende dubbele stok.
één losse, één dubbele stok in de volgende. Dat is nummer 3. Één losse, dubbele stok in de volgende is nummer 4. Één losse, dubbele stok in de volgende. Dan heb je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 stuks al. Dus dat is 5 herhalingen. Dus nummer 6. Nummer 7. En losse en een dubbele stok nummer 8. Vast in de volgende. 1, 2, 3, 4, 5. En vast in de volgende boog. Van hier tot daar ga je in totaal nog 20 keer herhalen. En dan gaan we samen de toer afronden. Ik heb dus tot en met de laatste boog de herhaling gedaan. En gaan we samen de toer afronden. Dan gaan we eerst een dubbele stok in de eerste dubbele stok haken hier. 1 losse. Dubbele stok in de volgende. 1 losse. Dubbele stok in de volgende. 1 losse. Dubbele stok in de volgende. Losse. Dubbele stok in de volgende. En zoals het patroon dus zegt, haak 1 dubbele stok in de volgende dubbele stok. En dan 1 losse in een dubbele stok in de volgende dubbele stok 4 keer. Dus 1, 2, 3, 4. En dan sluiten we af met een dubbele stok in die vierde losse. Dat is de laatste steek van deze toer. En nu is toer nummer 39 klaar. Gaan we naar toer 40. Haak 2 losse, 1, 2. Keren, dat staat gelijk als je eerste onafgemaakt cluster stokje. Dus in diezelfde steek haak je nog 2 onafgemaakte stokjes erbij. Dus 1 en nummer 2 en doorhalen. Nu, dus start in de cluster, haak je 2 losse. Haak 1 cluster plus 2 losse. In losse ruimtes, voorgaande toeren, 4 keer. Dus daar, daar, daar en daar haak jij ieders 1 cluster gescheiden met 2 losse. Dan gaan we. Onafgemaakt stokje, tweede onafgemaakt stok, derde en doorhalen. 2 losse in de volgende ruimte. 1, 2, 3 onafgemaakte stokjes doorhalen en 2 losse. In de volgende losse ruimte 1, 2 en nummer 3 doorhalen, 2 losse en in de volgende 1, 2 en nummer 3 en doorhalen. Nu geen 2 losse haken, want dat doe je nooit tussenin. Dan ga je naar de ketting van 5 losse en daar haken we 1 vaste in. Haak 1 cluster in de losse ruimte. Dus hier. Startjes met een cluster. 1, 2, 3 onafgemaakte stokjes doorhalen. En nu ga je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer 2 losse in de cluster in de losse ruimte. Dus 2 losse, 1, 2 en een cluster in de losse ruimte. Dat doe je dus 7 keer. 1, 2, 3. En dat is cluster. Dat is nummer 1. 2 losse en een cluster in de volgende losse ruimte. 1, 2, 3. Dat is nummer 2. 2 losse en een cluster in de volgende losse ruimte. 1, 2, 3. En doorhalen. Nou, zo ga je door. Dus je hebt 8 in totaal 8 clusters.
in deze waaier gehaakt heb. De laatste cluster. 1, 2, 3 onafgemaakt en doorhalen. Plus een vaste in de 5 losse boog. Nu heb je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clusters. Oh, sorry. Nu heb je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clusters in de boog gesloten met een vaste in de 5 losse ruimte. Dit ga je herhalen voor aantal van 20 keer en dan gaan we samen de toer weer afsluiten. Oké, ik heb de laatste clusters gemaakt en een vaste losse ruimte. Dan gaan we samen even de toer afmaken. Dus hier in de losse ruimte haken cluster. 1, 2, 3 onafgemaakte stokjes doorhalen. En een 1, 2 losse cluster in de volgende losse ruimte. 1, 2, dus 3 onafgemaakte stokjes doorhalen. 1, 2 cluster in de volgende losse ruimte. 1, 2, 3. 2 losse cluster in de volgende losse ruimte. 1, 2, 3. Kijk, en dan ga je eigenlijk net als het begin. Zal ik het beginstukje erbij pakken. Hier. Een clusterhaak op de laatste, in dit geval de eerste, laatste dubbele stok. Dus nu 2 losse, 1, 2. En dan op die laatste hier, in die vierde losse, daarin haak je de laatste cluster. Dus eerste onafgemaakte stok, tweede onafgemaakte stok, derde en doorhalen. Nu heb je de laatste cluster gehaakt. Dan heb je ook hier 5 clusters. Nu gaan we door naar toer 41. Ga ik 1, 2, 3, 4, 5 lossen. Staat voor 1 stokje plus 3 lossen. En waarom 1 stokje plus 3 lossen? Omdat we ook zo gaan eindigen. Ga ik 1 vast in de eerste 2 losse ruimte. Dat is dus hier. Dus je haakt die gelijk vast in. Zo, dan heb je dus het eerste boogje gehaakt. Nu gaan we 5 loshaken. 1, 2, 3, 4, 5. En nu is het even spannend, want nu ga je hier in deze lossen. Dus direct na de eerste klus in de volgende clusterruimte. Losse ruimte haak je in een vaste. En nu 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Slijt 2 klussen over en haak je een vaste in de losse ruimte. En dan ga je eigenlijk herhalen wat je hier ook gedaan hebt. Dus 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En de vaste slaat 2 klusjes over. En vaste in de losse ruimte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 klusjes overslaan. En de vaste in de volgende losse ruimte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 klusjes overslaan. Vaste in de volgende losse ruimte. Zo slaan vast in de volgende losse ruimte. 1, 2, 3, 4, 5. Twee klusjes in het dalletje overslaan en dan vast in de volgende. Nou, dan ga je dus de boogjes herhalen. Dus weer 1, 2, 3, 4 boogjes. 4, 4, 4 tot einde en dan gaan we samen de toer afsluiten. Oké, ik heb dus doorgegaan tot en met de laatste 2 clusters. Gaan we het samen afmaken. 1, 2, 3, 4, 5. Een vaste in de laatste losse ruimte. 1, 2. Een stokje op de laatste cluster. En nu kunnen we gaan starten met de herhaling. Als jij een
kleine maat wil haken met één brul, dus voor een jong volwassen, laten we zeggen, dan hoef je nu de herhaling niet te haken. Kun je wachten tot deel 4 vrijkomt. Als jij wel dus de plusmaat wil haken, dus de brul met de brulette, dus wat grotere maat, dus voor iedereen te dragen is, dan ga je nu toer 34 tot en met toer 40 nog eenmaal herhalen. En dan zien we elkaar weer terug in deel 2. Dus je gaat nu weer terug naar deel toer 34 en haak je weer een losse vast op dezelfde steek. 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. En vast in de 5 losse ruimte. 1, 2, 3, 4, 5. Vast in de volgende 5 losse ruimte. En weer 9 dubbele stokjes hier in deze ruimte. Dus 1, 2. Ik zal deze even afmaken met jullie. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En vast in de volgende 5 losse ruimte. Dus nu weer 5 lossen, vast in de volgende losse ruimte. 5 lossen, vast in de volgende losse ruimte. En weer 9.